Daar zijn we weer. Deze keer de vraag van Sascha. Hoe sla ik de bal tegen de wind in? Een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Tegenwind is natuurlijk sowieso al moeilijk. Maar de bal heeft de neiging om omhoog te gaan. En hoe harder je de bal slaat, hoe meer omwentelingen de bal maakt. Spin, zo wel gezegd. En dat willen we voorkomen. Een aantal dingen om rekening mee te houden zijn: je gript de stok iets korter. Je legt de bal niet in de normale balpositie, maar zeg maar een balletje meer terug in de stand. Daarna willen we een iets kortere swing maken dan normaal. Als ik een vol swing maak, zal ik meer snelheid creëren, meer spin op de bal, zal de bal hoger gaan en uiteindelijk zelfs korter gaan dan dat je een kortere swing maakt met een lagere vlucht en meer controle. Hoe kun je dit nou het beste trainen? Ik zou zeggen, ga de range op. Gebruik verschillende stokken. Ik heb hier nu een ijzer 7, maar dat kan je met een 6, een 5, een 9. Zoek verschillende targets en ga daarmee aan de slag. Kijk wat het effect is van een stok meer, twee stokken meer, misschien soms wel drie stokken meer. Als het hard waait, zul je dat zeker nodig hebben en verbaast het je hoeveel de wind effect heeft op de bal. Als je dat traint op de range, neem het mee in de baan. Ga daarmee aan de slag. Ga proberen ook verschillende hoogtes te spelen, waardoor je in de baan gewoon meer opties hebt met een bal tegenwind. Oké, Sascha, dankjewel voor het kijken. Dit was het voor wat betreft tegenwind. Ik hoop dat je er wat aan hebt, dat je verder kunt. Mocht dat niet zo zijn, ga naar je lokale pro en vraag om nog meer instructies. Uiteindelijk, ik zie jouw swing niet en kan ik je daar niet verder in helpen. Nogmaals, iedereen heel veel succes. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Dankjewel.